Vandaag ben ik in Oudendijk. Hier ben ik al vaker geweest. En deze mooie stollenboerderij, een kleine stollenboerderij van ongeveer 10 bij 10, die heb ik gekeurd. En wat bleek? De stollenboerderij is volledig voorzien van een nieuwe fundering. Toen de eigenaar hiervoor deze stollenboerderij kocht, kwamen ze helaas er achteraf pas achter dat de fundering niet in orde was. Gaat u een huis kopen in het prachtige mooie Oudendijk, de naam zegt het al, aan de dijk, in dit geval een huis achter de dijk, dan moet je altijd ontzettend oppassen. Want dijkhuizen hebben allemaal de neiging om te verzakken. Nou, niet allemaal, maar wel heel wat. En dat was in dit geval bij deze stollenboerderij dus ook het probleem. De grootste kostenpost waar je mee te maken krijgt bij een bouwkundige keuring. Of bij de koop van een huis. Besef goed dat de makelaars uit de omgeving en ons kent ons wereldje uw woningkeurbedrijven aanbevelen die helemaal geen funderingsonderzoek doen. De kruipruimte niet helemaal ingaan en het dak maar beperkt inspecteren. Oftewel, u loopt een enorm groot risico om na de koop geconfronteerd te worden met gebreken die hadden opgemerkt geworden als de keuring niet zo globaal geweest was. De bedrijven die de makelaar aanbeveelt voeren een globale bouwkundige keuring uit zonder technische hulpmiddelen. Als u premiumkeur had ingeschakeld, had u een aanvullend funderingsonderzoek kunnen laten uitvoeren. Daar hebben wij speciale apparatuur voor bij ons. Waren we de kruipruimte helemaal ingegaan en waren we, waar het veilig en verantwoord is, het dak helemaal opgeklommen. Zodat u een hele uitgebreide bouwkundige keuring krijgt en dan precies weet wat u gaat kopen. Dus als de makelaar in Oudendijk uw bedrijf probeert aan te raden, beseft dan goed dat hij niet u probeert te helpen, maar vooral zichzelf. Want hoe rooskleuriger het huis uit de bouwkundige keuring komt, hoe gunstiger voor de makelaar. Kies voor premiumkeur, volledig onafhankelijk, want wij zijn niet afhankelijk van opdrachten van de makelaar. Premiumkeur.